Breda Nu. Je weet het meteen. Je ziet me nooit meer terug. In haar boek probeert koningin van de talkshow Sonja Barend antwoorden op haar eigen vragen te vinden die te maken hebben met het lot van haar ouders in oorlogstijd. Tijdens de literaire avond in de Grote Kerk op woensdag 4 oktober... met muziek van gitarist Erwin van Lichten ging de grande dame van de televisie met René Hollaars in gesprek over dit intieme en ontroerende document. De komende 2 jaar zat ik zeker aan die akelige jas vast. Het is veel aparter om iets aan te hebben wat niemand heeft, probeerde je mij te troosten. Ik kan ze zo aanzetten, die filmpjes in mijn hoofd. Ja, met uw talkshow stond u dicht bij het publiek, maar met dit boek komt u zelf nu dichter naar het publiek. Waarom vindt u het zo belangrijk dat mensen dit verhaal te weten komen? Nou, ik vind het helemaal niet zo belangrijk, maar ik heb het op willen schrijven. En mensen blijken het graag te willen lezen. Hè? Dat is nu het geval. Zo'n avond als hier, dat er mensen komen en dat ik dan geïnterviewd word en dat mensen daarnaar luisteren. En dan merk ik iedere keer weer opnieuw, en jij was er vanavond, dus dat zul je ook gemerkt hebben, dat mensen heel erg veel dingen herkennen. En dat is voor mij heel erg leuk om mee te maken. En dat maakt toch dat ik het uiteindelijk ook heel fijn vind dat ik dat boek geschreven heb en dat het kennelijk zo graag gelezen wordt. En hoe komt het dat u pas na al deze jaren deze vragen heeft durven stellen aan uzelf en op onderzoek bent gegaan naar uw verleden? Ik ben er wel altijd mee bezig geweest. Maar misschien is het wel zo dat zolang je werkt en je iedere dag met de vragen aan iemand anders bezig bent, dat je er niet toe komt. Dat had ik ook nooit gekund in die tijd. En nu ik niet meer werk, sinds die tijd, en dat is nu 10 jaar, is het vaker in me opgekomen om te proberen om het op te schrijven. En uiteindelijk heb ik dat dus na jaren gedaan. En het kost veel tijd en moet je veel over nadenken. Dan moet je rust in je kop hebben. En dat komt dus nu. Zo gaan die dingen nou eenmaal. Ja. En bent u tevreden over het resultaat en hetgeen waar u achter bent gekomen over uw achtergrond? Ja, ik ben wel heel erg tevreden over het resultaat. En ik ben ook veel te weten gekomen. Omdat ik tijd had om het uit te zoeken. En eigenlijk ook heel veel niet te weten gekomen. Zo zit het leven, geloof ik, in elkaar. Je kan niet, je krijgt niet alles wat je wil. Maar, en ik heb dat boek ook niet geschreven om, hè, wat mensen wel eens zeggen, van heb je het nou voor je afgeschreven of zo. Dat is helemaal niet zo. Maar het is wel fijn dat het er staat. Het heeft toch in mijn kop wel een hoop rust gegeven. Ja. Nou, heel erg bedankt. En voor straks? Lekker slapen en morgen gezond weer op. Breda Nu. Je weet het meteen.